Ja, Zion, het lijkt me echt als voetballer zijnde met deze uitslag een vreselijke wedstrijd om mee te maken. Ja, dat zeg je goed eigenlijk. Ik kan niks aan toevoegen. Ik denk dat je longen nog uit de lijf rent op het laatste, maar het mag allemaal niet baten. Nee, ja, kijk, aan de arbeid kan het denk ik niet liggen. Ik denk dat je alle 11 en uiteindelijk 10 en iedereen die erin in zijn gekomen, die hebben alles gegeven. Maar ja, het was sowieso in het begin al niet dat we een goede wedstrijd of zo speelden, maar met die rode kaart en dan 1-0 achter werd het er niet makkelijker op. Ja, je bent wel iemand die wel eens een kans kan forceren, een schot uit de tweede lijn, noem maar iets. Ja, daar zagen we vandaag bitter weinig van. Had je daar meer aan kunnen doen? Ja, daar zou ik het voor terug moeten kijken. Ik ben natuurlijk wel op zoek, maar ik denk dat we heel weinig eigenlijk dat soort momenten en ruimtes daar creëerden. Dat deed Emmen misschien ook wel goed. Wij gingen ook iets meer vanuit de lange bal spelen, gezien de omstandigheden met het veld, zeg maar. Dus ja, de ruimtes waren daar klein. En ik denk dat het sowieso een wedstrijd was van heel weinig kansen, denk ik, aan beide kanten. Dus. Ja, dat gebeurde eigenlijk pas in de slotfase. Hè? Wat is er de reden van? Wat was niet prettig voor jullie? Want jullie kunnen wel natuurlijk aan de bal ook wel heel sterk voetballen. Alleen, ja, er werden geen kansen gecreëerd vandaag. Waar zat het dan daarin? Lastig te zeggen. Misschien uiteindelijk gewoon niet goed genoeg. Ik vond, ja, wat ik zeg, we speelden veel vanuit de tweede bal, maar we hebben niet echt heel veel... Echt inderdaad vanuit verzorgd voetbal, wat we de laatste tijd eigenlijk wel hebben laten zien. Bijvoorbeeld met een kantwissel of een actie of een mooie combinatie. Weinig, dat lukte gewoon niet echt. En eigenlijk toen we met 10 man kwamen te staan, kwam dat eigenlijk wel meer, eigenlijk meer tot z'n recht voor mijn gevoel in ieder geval. En zo kwam ook die goal eruit. En ik denk dat is in principe hoe we natuurlijk willen spelen. Dat was een prachtige aanval van rechts naar links en een goede actie van Dimi. En een goal, dus ja, dat willen we natuurlijk wel meer, maar dat... Ja. Het komt dan heel laat pas op gang. Heeft dat misschien te maken met, ik noem het heel geks, dat jullie natuurlijk al lang niet meer geen degradatiezorgen meer hebben. Playoff plekken zijn misschien wat te hoog gegrepen. Is het eigenlijk vuur een beetje uit daardoor? Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk, als wij vandaag hier 3 punten hadden gepakt, dan hadden we volledig in de race geweest, zelfs voor die 8e plek. En dat was ook... ons streven om in ieder geval tot de laatste speeldag daarvoor gewoon mee te doen. Dus dat vuur was zeker niet uitgedoofd, integendeel. Alleen, nee, dat was ook meer mijn vraag van, geloven jullie daar zelf ook echt in? Dus ja. Ja, zeker. Alleen nu, ja, na deze wedstrijd wordt het natuurlijk weer een stuk lastiger. Ik zag net dat Heracles gewonnen had. Klopt. Dus die lopen weer weg. Twente stond wel achter, zag ik. Nou, dan komt Zwolle weer. Nou ja, je kan van alles naar de andere kijken, maar uiteindelijk... Op zich, als we zelf nog een goede reeks zetten, dan kunnen we nog zeker dichtbij komen. En wij willen niet dat het seizoen zo half-half, dat je een beetje tussenin komt te zwemmen natuurlijk. Dat is voor ons niet leuk en ook voor niemand, voor supporters ook niet leuk. Wij willen gewoon knallen en ja, het liefst natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. En met verlies van vandaag wordt het wel erg lastig, denk ik, om voor die play-offs te gaan als ze realistisch zijn. Maar ja, je weet hoe het met voetbal is. Als we de volgende speelronde winnen en verliezen een paar, kan de hele wereld er weer heel anders uitzien. Dus... Laten we het even verwerken en dan over 2 weken is het gewoon weer knallen bij ADO. Meer kunnen we niet doen.